Maar goed, welkom. Zoals jullie in de titel al konden zien, ben ik niet alleen dit keer. Maar nu zijn we met Dylan, een goede vriend van mij. Hallo, Dylan. Yo, Julian. Yo, hey, we gaan gewoon lekker beginnen. Dus. Lekker, man. Maar het lijkt mij ook een goed plan om eventjes naar wat resources op zoek te gaan. Oftewel, we gaan gewoon lekker minen, denk ik. Ja. En ik denk dat we maar eerst gelijk even naar straight to the point gaan. Wat ik van plan ben om te gaan doen, deze hele survival. Dat is namelijk, iedere gast mag iets bepalen in deze wereld. Mijn broertje heeft al één ding bepaald. En het gaat over een mascotte van de wereld. En ik bepaal er dus niks over, maar alle gasten bepalen daar dus alles over. En mijn broertje heeft al beslist wat voor dier het is. Het is een kip. Dus... Oh, oké. En... Oh shit, hier zat hij in, maar hij is dus gedespawned. Dat is vervelend. Ik denk om die kip dan niet te gaan laten despawnen. Mijn broertje heeft al een nametag opgevist. Maar dan is natuurlijk wel de vraag hoe die gaat heten. En dat mag jij dus beslissen. Dus denk er goed over na. Want het zal je voor de rest van je leven achtervolgen. Ik denk er even heel goed over na. Net wat jij zegt. Ja. Eén foute naam en ik zit er de rest van mijn leven mee. Ja, precies. Want als je de verkeerde beslissing maakt en mensen zijn het er niet mee eens, ja. Dan zal het je voor de rest van je leven achtervolgen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Oh, Ruben die komt ook even hoi zeggen. Hallo. Hallo, Ruben. De naam die zegt. Oh ja, maar hij gaat er nog over nadenken, dus... Ik hoop wel een leuke. Ja, vast wel. We gaan gewoon vandaag diamonds vinden. Spreken we dat af? Dat spreken wij zeker af. Dat spreken we af. Laten we zeggen, even kijken, dat daar zo, aan de kant van de sugarcane, dat kleine eilandje, dat is een beetje het vis-eiland. Dan maken we hier het mine-eiland, vind ik. Dan zo, gaan we zeg, denk ik... We gaan allebei een kant op. Ja, dat lijkt me een strak plan. Nee, laten we doen. Laten we doen wie het eerste diamonds vindt, oké? Okay? Goed, ik start hier. Ja, oh ja, dan start ik wel aan de andere kant, hier zo. Oh, ik kom gelijk bij lava. Ik ga gewoon hier heel de tijd in een rechte lijn. Even kijken, heb ik iron mee? Nee. Oh, wacht, heb ik net gehakt of niet? Oh nee, dat bleef nog gewoon daar zo zitten. Heb ik niet eens gehakt. Dan kun je altijd nog een oven furnace maken. Ja. Hij is echt al bijna kapot. Hij is al helemaal in het rood. Ja. Als we zo klaar zijn met minen, dan is het eerste wat we gaan doen is een vishengel maken. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Dat is mijn partijtje OP. Ja, eens. Ik heb ook al een visengel gemaakt. Mijn broertje had ook al een visengel. En daar ging mijn pickaxe. Heb ik iron? Nee, heb jij iron? Ik heb geen iron bij me. Okay. Ik heb wel iron ores. Oh ja. Oh, moet ik weer helemaal naar boven toe. Ongekend. Hoppakee, 2 iron pickaxes. En nog steeds is het wachten op die eerste diamonds. Ik heb er al 3 pickaxes doorheen gejast. Het enige wat ik vind is water en gravel. En kool. Ik mag niet eens kool vinden meer, joh. Oeh, lapis lazuli. Dat hadden we volgens mij ook nog niet. Volgens mij is iedereen in zijn leven al wel eens een keer geprankt door lapis lazuli. Dat je dacht van, yes, diamonds! En je plaatst een torch en het blijkt lapis te zijn. Dat is ook zo jammer en disappointing. Ja. Ja, joh, zeker. Diamonds. Ja, heb je diamonds? Ja, zeker. Oh, jee. 2. Zijn er 2. 2? Ik kom in de mineshaft trouwens uit. Daar zat ik. Als ik die mineshaft niet had gevonden, heb ik ze nooit. Deze pickaxe is ook alweer bijna kapot. Yo, ik zou zeggen, ga Twitch streamer worden. Ja. Ik weet niet, ik heb het er niet echt zo mee. Ik denk dat ik eerder Twitch ga doen als ik wat meer abonnees heb. Zodat ik gelijk wat bekender kan worden op Twitch. Op zich, het lijkt me wel geinig om een keer te gaan beginnen met Twitch. Alleen, en weer water. Diamonds! Yes! Ja! Eindelijk!
Even zien. Het zijn er 6, als het goed is. Oh, mooi. We hebben daar al 8, joh. Oh, heb je trouwens al nagedacht over de kip? Ja. Alleen, ik wou eerst als naamnood natuurlijk Berend gaan doen. Maar ja. Nee, dat lijkt me natuurlijk niet echt een supergoeie. Zo, wat denk je van de naam Thomas? Thomas? Thomas de kip? Thomas. Ja. Thomas de kip. Als jij het zegt. Deal? Jij bepaalt, dus... Ik zeg Thomas. Oké, Thomas de kip, mensen. Dit is Bombo. Bombo de waterzombo. Wat een naampje, jongen. Ja, mooi, hè? Kom je aan met Thomas de kip? Thomas. Thomas. Thomas de kip. Zo, lekker vissen. Hoe vaak zie je een tovenaar lekker vissen? Meneer de Warcraft tovenaar. Meneer tovenaar Warcraft. Oh, mijn inventory is gewoon zo vol dat alles helemaal naar achter jiet als ik het opvis. Beter vissen wij vandaag nog even een enchanted. Ja, dat zou heel erg fijn zijn. Zou toch een keer moeten gebeuren. Probeer naar mij, joh. Tjonge, jongen. Nou, het lijkt wel alsof je lure hebt. For real. Als ze nu weer eerder naar jou gaat, hè? Wat is dit? Hé, daar komt de mijne eindelijk. Zo, en het is nog een normaal visje ook. Ik zeg, laten we zometeen dan maar gaan. Ik ga vast wat spullen terug doen. Hoppakee. Oh, en het begint het net te regenen. Ah, juist het beste voor vissen. We blijven nog even vissen. Is dat echt zo? Hé, hey, joh. Ah, en breaking 3, of jammer. Oh, dat is jammer, ja. Oh, ik vis een boekje op. Oh, joh. Waar is die? Huh? Hij is naar achter gejiet. Alleen, waar is die? Oh, wacht, ik zie hem al. Oké. Okay. Zo, daar helemaal. Jeumig. Ja. Hopelijk is het iets goeds. Ligt aan uw kijk, ouw. Wat is het? Kijk zelf maar. Oké. Er zit 1 enchantment, die zou ik er sowieso niet voor gebruiken. Dat is dan smite. Oeh. Look of the sea, nice. Ja. Alleen heb ik nog geen anvil, dus... Ja, we kunnen dan een anvil maken. En een boog! Ik heb een boog opgevist. Jeetje, joh. Wat een geluk opeens. Wat zit erop? Punch 1 en mending. Oftewel, een stinkboog. Of vis je nou een boekje op? Ja. Wat zit erop? Pain of Arthropods 4, Riptide 3, Curse of Binding. Oeh. Maar, als je die Riptide voor op je, hoe heet dat, gebruikt? Trident, dan komt de Curse of Binding die niet op. Dat is alleen voor armor. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is handig, joh. Oh, ik vis een hengel op. Of niet? Oh. Staat erop. Is hij naar achter gejiet? Luck of the Sea 2 en Lure 2. Let's go. Oh, beter voor je. Heel erg zonder nice. Zonder curse? Ja, zonder curse. Oh, dat is nog beter, joh. 9 van de 10 keer staat een curse bij op. Amazon kost het inderdaad. Oh, 2 is het. Holy shit. Ja, kijk eens aan. Nice. Nu heb ik echt een goede hengel. Heel nice. Hier wacht ik op. Hier, wacht. Moet je anders mijnen nog erbij hebben? Dat is een breaking 3. Oh, ziek, ja. Oh, en ik heb ook dat boekje met Luck of the Sea 2. Dus dan heb ik Luck of the Sea 3, toch? Ja. Dat is opkrepen. Ja, ik zie het. Ah! 9 levels en 19. Nou, dan weet ik het wel. Hoppakee. En even kijken of dat boekje er ook gelijk op kan. Luck of the Sea 3, 5 levels. Hoppakee. Oh. Luck of the Sea 3, ja, en Breaking 3 en Lure 2. Ja. Heel erg nice. Even kijken of de Lure gelijk zijn werk doet. Ja, kijk dan. Wat gaan we doen, is de vraag. Kom eens mee, trouwens. Ja?
Letterlijk, daar zie je de potion man. Ja. Wat ziek. Je zit er gewoon naast, joh. Oké, stop even wat terug in de kist. Wat zeg jij? Wat we gaan doen? Gaan we op zoek naar een village of gaan we op zoek naar shipwrecks? Ik zeg, we gaan op zoek naar een village, maar eerst gaan we even snel een netrapport maken. Oh ja, dat moeten we ook nog doen, ja. Even kijken. Ik denk dat ik dan even een diamond pickaxe ga maken. Diamond pickaxe. De eerste diamond pickaxe gaat gemaakt worden, jongens. Daar gaat hij. Hoppakee. Zo. En nu maar 10 obsidian hakken. Hoppakee, eens even zien. Ik heb er nu 4. Ik, Sugar King Farm wordt lekker groot. Dan heb je altijd als we kunnen oogsten lekker veel. Nice. Zo, 10. Hoppakee. Dat hebben we. Gaat er gewoon al een nether portal gemaakt worden? Ongekend. Even kijken, waar gaat de nether portal komen? Ik vind dit wel een prachtige plek hier zo aan de kop van het eiland. Zo, de nether portal is compleet. En daar is hij dan. Woe. Lijkt mij ook zeg, inderdaad even een goed even plan. Ik ga even snel naar binnen. Oh ja. Lijkt mij wel even een goed plan om inderdaad even wat armor te maken. Rode boom bio. Even kijken, ik maak gewoon even gouden schoenen, dan word ik tenminste niet aangevallen door die gekke gasten. Kun je misschien goud meenemen, dan kunnen we traden met ze. Oh ja, goed plan, goed plan. Mij vallen ze natuurlijk wel aan. Oh, dan maak ik... Zou ik dan voor jou ook even wat maken? Klaar. Zo, ik ben er. Au. Au. Blijf gewoon weg naar mijn huis. Waar ben jij? Waar ben jij? Oh, hier. Ik heb... Oh, ik word ook beschoten! Waar slaat dit op? Ja, ik kon waarschijnlijk willen dat ik ervoor stond. Ik ben aardig. Kom op. Oh, daar beneden ben jij. Oh, je bent dood! Ja, ik ben dood, joh. Oh, hij heeft je spullen opgepakt! Oké. Hij heeft een helm opgepakt. Hier, doe snel aan. Doe... Oh, nee! Ah! Oh, nee, shit! Oh, dit... Ah! Ah! Ja, ik had hem per ongeluk die schoenen gegeven. En toen sloeg ik hem. En toen, ik ben aardig, ja, sorry, jongens, ik meende het niet. Nu is het een zombie fight, pikkeling. Ach, welke had het trouwens opgepakt, die met al die gouden gear? Ah, nee, ik ga dood hier zo. Shit, 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 shit. Nou, ze hebben ook allemaal bogen. Nee, waar slaat dit op? Snel. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. Ik ga hartstikke dood. Ik ben bijna dood. Ik ben dood. Shitzooi. Nee, ze pakken mijn spullen op. Oh, dit is zo naar. Oh ja, die guy heeft mijn full iron. Ze spannen gewoon in onze wereld. Ah, ze nee, vallen allemaal aan. Er zijn rogelinden bij, joh. Oh, nee. Jou wil ik. Jij hebt mijn schoenen. Nee, ga nou niet in de lava. Oh, nee, het gaat helemaal fout. Oh, waar zijn mijn spullen? Ik heb iets gouds aan, jongen. Waar zijn mijn spullen? Ja, ik heb grotendeels van jouw spullen. Ik heb in ieder geval de diamond pickaxe, de ender pearl en de belangrijkste spullen heb ik. Valt hij mij niet aan? Nee. Denk het niet. Doe anders dan de gouden schoenen aan. Ja, oh. Nee, val me. Bruh! We krijgen de, oh, ik we heb kregen hem dood. De leather boots voor terug. Waar zijn jouw schoenen? Of zijn... Oh, die van mij waren natuurlijk opgepakt door eentje. En nu... Oh. Ja, dat is gewoon met zijn dop en niet alles weer terug. Net armor gemaakt en dan ben ik het alweer bijna allemaal kwijt. Heb ik hout bij me? Heb jij hout bij... Oh, wacht. Hier kan je natuurlijk ook gewoon hout hakken. Hier, maak schoenen. Neemt hij het nou gewoon mee zonder iets te geven? Wauw. Zal ik hem doden? Ja, doe maar. Dit is echt... Zo. Heb je hem terug? Ja. Oké, ik denk dat het beter is dat we teruggaan. Ja, dat lijkt me ook. Dit was geen hele goede start van de nether gebeuren. Nee. Oh. Gelijk aangevallen door piglins. Kunnen we slapen?
Of zijn er monsters in de buurt? Ja, oh, er is hier nog eentje. Hé, hey, hij zit in de boot! Hé, hey, joh. Zo. Hij is eruit. Zo, hoppakee. Oh, mijn vishengel. Gelukkig ben ik die niet kwijt. Goed, mensen van de livestream bedankt voor het kijken. Mensen van de video bedankt voor het kijken. Want deze video gaat later ook online komen. Dus, hé, hey, bedankt voor het kijken. En jullie ook. En jullie, en jullie, en jullie, en jullie. Goed. Als jullie het leuk vonden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij een stream of een video. Maak het uit. Dylan is er vast ook wel weer een keertje bij, of niet dan? Tuurlijk. Mooi, mooi, mooi. Nou, mensen, dit was het dan. Tot de volgende keer. Joejoe.